Hallo. Na de lagere school is mijn gast begonnen met een opleiding op de toenmalige kweekschool, tegenwoordig de Pedagogische Academie. Nadat hij een aantal jaren in Kunrade les had gegeven, vroeg zijn tweelingbroer Peter, die al een jaar in Heerlen bezig was in de horeca, om samen met hem zijn pas geopende café te exploiteren. Dit werd zo'n succes dat hij zijn baan in het onderwijs heeft opgezegd. Om zijn tweelingbroer te ontlasten, werd dat na een aantal jaren zijn eigendom en kwam zijn broer bij hem in dienst. Rond 1995 kwam er op de Serool ook nog een café-restaurant bij, het toenmalige café Oud-Heerlen. Maar nu is dat allemaal verleden tijd en runt zijn dochter Suzanne en haar vriend Dennis het welbekende café Brakke. Daarover en nog meer vandaag in Lex ontmoet met mijn gast Paul Brakke. Dag Paul. Dag Lex. Paul, God, ja of nee? Vandaag wel even, ja. Ik vind trouwens dat jij onvoorstelbaar aardige foto's meegenomen hebt. Dit is een leuke. We beginnen met een foto van je vader en moeder, van jou en je broer Peter, je oudere broer. En je zus staat er nog niet op? Nee, die staat er nog niet op. Dit is op de Wassingstraat in Heerlen, daar woonden wij toen. Hè? Ja, door je meester Wassingstraat? Mijn vader had een kevertje eigenlijk toen dat tijd, een van de eerste. Dus, wat deed je vader? Die werkte op de Staatsmijnen. Die hoofdkantoor van de Staatsmijnen. Dat was tegenover de Brasserie Brakke, daar die grote witte boerderij. Daar heeft wat nu eigenlijk het Corriecentrum is. Hè. Dus ja, dat was een foto uit mijn jeugd toen nog tijd. Dus, het zou een jaar of 3, 4 geweest zijn in 1950. Ja, denk het wel. Hè. Ja. Mijn zus staat er nog niet op. Maar het was een leuke tijd, hè, op de Wassingstraat wonen en zo. En je oudere broer, Ver? Ja, Ver, die heeft heel lang, die leven lang op het ABP gewerkt. Ja. Dus, maar die woont hier niet, hè? Nee, die woont in België. Ver woont in Deelde Stockholm nog, nu, ja. Ik vind het geweldig, die oude foto's. Je hebt er nog een paar meegenomen. Iedereen denkt natuurlijk Brakke, café Brakke. Maar jij komt eigenlijk best uit een horecafamilie, hè? Ja, in feite wel, hè. Mijn opa en oma van mijn vaderskant dan, hè. Ja. Die hadden vroeger het bekende café Brakke. Dat was in de jaren 50. Café Brakke en het lag tegenover het oude station, hè, tegenover het station daar. Ja. Op de hoek waar nu die hamburgerzaak is. Hè. Ja, Hupperts. Hupperts, waar de Hupperts in zitten. Vroeger was dat café Brakke. Hè. Dat in de jaren 30, 40? Opa en oma. Ja, 40, 50. Ik weet, mijn opa en oma zijn vroeg gestorven. Toen was ik geloof ik 8 jaar. Maar de eerste jaren ben ik daar vaak geweest in het café. Hè. Dus dan gingen we altijd naar boven, toe de trap omhoog. Zwart-wit televisie kijken, weet ik nog. Dactari, weet je niet, en zo. Ja. In het café daar. Maar het was toen der tijd ook een heel druk bezorgd café. Eigenlijk. Vooral als de mijnwerkers hun loon hadden gekregen, dan kwam iedereen daar naar binnen toe. Ja. En ik weet ook dat we daar heel vaak, er was ook heel vaak levende muziek in de zaak. Ja. Van Leni en Ludwig bijvoorbeeld. Hè. Ja. Ik heb met deze auto van mijn vader gingen we in Bochels of in Simpelveld, gingen we de instrumenten halen van Leni en Ludwig of van Karl Huppers en Schribbel, hoe heette het toen wel? Schribbel en Huppers. Och, dat was toen wereldberoemd. De Schneewalzer. Ja, de Schneewalzer, ja. Daar gingen wij de instrumenten verhalen. Dus, en Leni en Ludwig, Schön is die schön Jugend. Schön is die Jugend, hè. Ik kan me dat namelijk heel goed herinneren. Ik kom eigenlijk uit Hoenzroek en wij kwamen dan in Heerlen met de bus van de Mulder. Ja, als we met kermis kwamen, dan zei mijn vader altijd, kom maar aan een glaasje bier drinken. En dan speelden ze dan Leni en Ludwig. Ja, ja. Zij achter de drums en hij met de accordeon. Dat was leuk, hè? Ja, ja. Ik kan me dat nog een beetje herinneren van vroeger. Dus ja. Maar die hele familie staat eigenlijk... Ja. Je hebt toch zo'n prachtige oude foto meegenomen. Toen was het toch wel wat anders met een café. Er staat mijn vader linksop eigenlijk. En jouw vader is mijn links? Oma, ja. Ja. En je oma? En mijn oma en mijn tante eigenlijk helemaal rechts en mijn dochter van mij. Ja. En het personeel eigenlijk van café Brakke toen nog tijd. Dus, moet je kijken, toen hadden ze dus echt mensen... En die Jo, die daar boven staat, die is jarenlang nog in café gebleven. Een café die man met dat witte... Het gezicht van café witte Brakke. Jasje. Ja, ja. Ja, dat is een hele aparte foto van vroeger, van café Brakke. Daar hadden toen de Ridderbier eigenlijk op de hoek. Uit Maastricht? Ja, een hele grote Ridder. Ja, het is dat allemaal... zie je nog staan hier, ja, Ridderpils. Dat was een heel leuk café eigenlijk. En heel druk vroeger natuurlijk, hè. In die tijd ook. Ook heel bekend eigenlijk. Hè. En dat heette toen ook café Brakke. Dus,
Ja. Dus je komt eigenlijk echt uit een horecafamilie. Ja, ja, alleen mijn vader en moeder hebben eigenlijk nooit in de horeca gezeten. Mijn opa en oma wel. Ja. En die kwamen eigenlijk uit Groningen. Ze zijn na de hand naar Dortmund verhuisd om daar te gaan werken eigenlijk. En, en daarna zijn ze naar Heerlen gekomen eigenlijk weer. Mijn vader was over 3 jaar was hij in Dortmund geboren. Maar toen is de hele familie hier gekomen en toen zijn ze hier met het café begonnen eigenlijk. Hè. Dus ja... Een hele leuke tijd ook, voor mij ook vroeger. Ja, bekende naam, hè? Ja, ja, ja. Dus ze hebben twee Café Brakkes zijn er geweest. Ja, ja, ja. Hey Paul, je hebt iets meegenomen, dat vind ik wel erg leuk. Het Bernardijns schetsboek uit 1963. Ja, toen ik Bernardijns college heb gezeten. Toen, ja, en hier sta je op een foto, hier sta je achter deze jongen vooraan. En je staat met een, hoe heet dat, is dat een leraar of een docent? Ja, er staan twee docenten op. Hè. Eentje hier links en eentje in het midden. Je bent vol belangstelling naar het geraamte. Ja, ja, ja. Ja, de tijd van Bernardijns College, daar heb ik wat jaren op gezeten. Hè. En daarna ben ik eigenlijk naar Bernardijns College, ben ik naar de pedagogische academie. Ja, naar de kweekschool. Kweekschool. Dat heet toen de kweekschool, ja. Het was wel een moeilijke tijd toen, want mijn ouders zijn heel vroeg overleden toen, in die tijd. Ja, ja. Ja, en net in die tijd zat ik op de kweekschool en zo. En, was je een jaar of 18, 17 jaar? Ja, 19 jaar. En 19, 21 jaar had ik de ouders al niet meer. Dus natuurlijk, het is niet anders. Hè, maar dus, als je nou zelf kleinkinderen hebt, is het natuurlijk wel jammer dat je nu geen ouders hebt waarin je de kleinkinderen kunt laten zien. Waren jullie toen echt op jullie zelf aangewezen? Ja, ja, we woonden in een mooi huis op de Valkenburgerweg met de kinderen eigenlijk. Hè, met de broers en zus. Ja. Ja, dat is in één keer afgelopen daar. Mijn vader die... Die overleed plotseling na de sluiting van de mijnen, 69 eigenlijk, hè, is die, was het ja, was 1969. Hè, 51, mijn moeder 2 jaar later, dus het is allemaal toen gebeurd in die tijd. En toen zat ik op de pedagogische academie, de kweekschool. Toen heb ik mijn opleiding afgemaakt. En toen, ik liep daar stage eigenlijk op de basisschool kunderaad bij meneer Adriaans toen dat tijd. Nou, wat een hele leuke tijd. Daar heb ik zo'n leuke tijd gehad op die basisschool. Hè, met 9 jaar onderwijzer geweest hè, daar op die... Op die school, hè. Dus daar komen nou nog vaker kinderen tegen. Ja, kom je nog kinderen tegen die Ja, kinderen, die zijn nog 50 jaar. Nou, hè. Natuurlijk. Die hebben zelf kinderen, maar soms is het wel heel leuk, hè. Dus, bestaat er nog zo'n school in Kunderhaan? Ja, de school zelf is eigenlijk afgebroken. Er staan hele mooie huizen, maar ze hebben een nieuwe school gebouwd. Toch een lagere school? Ja, een nieuwe lagere school. Met de basisschool in Voerendaal zelfs hebben ze eigenlijk een nieuwe basisschool nu gebouwd. Hè. Dus, maar dat is een hele leuke tijd. We hebben ook een hele leuke tijd op die school gehad. Daar was je natuurlijk nog jonger allemaal. Hè. Dus, Paul, wat waren dat grote klassen toen? Hè? Ja, in de 30 kinderen. Dat zal in 4,75 geweest zijn, denk ik. Ja, ja, het was ja, rond 4,75 zal het geweest zijn. Ja, had je hele grote klas, jazeker. Nou, de kinderen luisterden toen wel nog altijd. Hè. Kon je ze mooi in de rij zetten en zo. Dat ging altijd nog wel goed. Hè. Ja. Alleen als je zo'n grote klas had, zei ik altijd, dan gaf je schrijfles. En dan je liep overal na te kijken. En na die schrijfles, dan ontdekte je toch dat een kind bijna alles fout had. En dan denk je, ja, dat ik dat niet eerder gezien heb. Maar dat krijg je met zo'n grote klas. Hè. Dan kun je niet alles... Zou je dat terug willen naar die tijd? Ja, en zou nee. Zou je hetzelfde gedaan hebben? Ja, kijk, ik ben toen ik ik ben onderwijzer geweest, hè, dus 9 jaar lang. Hè, en ook leuk, bijvoorbeeld de woensdag ging ik altijd met de kinderen ging ik naar het zwembad. In die offer, dan kom ik nou nog vaak om te zwemmen. Heel leuk zwembad ook trouwens. Hè. En ging ik altijd met de kinderen ging ik zwemmen. Die kregen nog school zwemmen. En dan kwam ik met de groep terug naar de school. En dan nam ik van juffrouw Rutte nam ik de andere klas over. Die ging niet graag zwemmen. En dan ging ik weer... Mee, het zwemmen. Ik zat de hele morgen eigenlijk bij het zwembad. En dat was de woensdag dan eigenlijk. Maar ik ging ook met de kinderen mee zwemmen. Toen nog tijd en met de school allemaal. Dus, dat mag tegenwoordig niet meer, denk ik allemaal. Er mogen zoveel dingen mogen ook niet meer. Er is helemaal geen Je kunt geen kind meer over de kop halen. Nee, je kunt knuffelen, maar er niet meer bij. Hè. Dus, nee, en als je een kind... Draai om de oren mag je ze ook niet meer geven. Nee, helaas niet. Niet dat je dat deed, daar wil ik daar niet mee zeggen. Nee, maar vroeg op de basisschool, weet je, toen wij op school zaten, kregen ze van meester Dul gereden. Tot Tarsisis of van... maar dat is toch een hele rare carrière eigenlijk, wat je dan gemaakt hebt. Ja, want Peter, je tweelingbroer, kunnen we dadelijk nog wel een foto van laten zien. Ja. Die was ondertussen... Ik kan mij van Peter herinneren, want Peter, die had een wereldreis gemaakt. Ja, die zat wat met varen. Peter begon plotseling het oude café Bekkers. Ja. Hij heeft nog tussendoor aan de barok gewerkt en de koffiepot daar ook. En de diligence. En de diligence natuurlijk, ja, daar heeft hij in gewerkt. Hè. Maar is inderdaad, toen heeft hij dat voorgedaan om dat café over te nemen, hè, van de familie Bekkers toen. Hè. Ja.
Dezelfde, dat waren de ouders die nu in de roes zitten. Ja, eigenlijk de broer ervan. Hè. Oh, ja, dus ik was een broer van hem. Ja, en die zat in het café. Het was eigenlijk een heel oud café, een restaurant. Maar dat was wel heel bekend. Een goed draaiend café ook met de restaurant. Wild, en die hadden ook Wild op de kaart. Ja, de Wild, ja. En de school, dus zelf ook nog een Ardennen. Ja, ja, ja. En in ieder zaterdag kwamen de mensen met de vogeltjes naar binnen. De vogelkooi heb ik nog allemaal meegemaakt. Hè. Ja. En er werden vogeltjes verhandeld en zo. Ja, een hele aparte tijd. Dat was leuk. Hè. Hey, dus, dan moet je me toch vertellen. Dan komt Peter naar je toe. En dan zei Peter tegen mij, luister Paul, ik kan me precies voorstellen hoe hij dat zei. Luister Paul, ik ben naar het café begonnen, maar ik red het niet alleen. Hij is dan begonnen met Arno Nilwijk, als ik niet vergeet. Ja, heeft met Arno Nilwijk in dienst gehad en die zijn er samen eigenlijk begonnen met dat café. Hè. Maar het liep van het begin af aan eigenlijk zo, werd er zo druk en zo goed. En ik kwam vrijdagavond wel eens meehelpen daar. Ja. Dat was natuurlijk geweldig. Hè. Stond je achter die tafel en iedereen leunde. Dat was een en ander feest en ik vond dat zo leuk toen. Ja, ja. Ik heb dat heel wat keren gedaan en ik was er helemaal weg van. En toen moest er een kunraden. Moest dan leerkracht verdwijnen voor het aantal kinderen wat het minder was. Hè. Toen heb ik me vrijwillig opgegeven. Toen ben ik daar, heb ik op ontslag aangezegd. Hè. Ja. Heb ik ontslag genomen in kunraden. Toen ben ik in het café gaan werken. Maar dat viel tegen toen. Hè. Toen ik dan in het café ging, moest ik 6 dagen per week werken. Ik had geen vakanties meer. 3 maanden lang dacht ik, waar ben ik aan begonnen, weet je niet. Dat was hard werken daar. Hè. Ik was wel altijd in de dagdienst, hè. Maar Peter liet zich niet meer zien. Hè. Die denken, het is goed geregeld allemaal. Hè. Ja, we hadden goed geregeld. Ja. Hè. Maar ja. Ja, ja. En toen had je ook nog de hele sociale dienst, had je vrijdagsmorgens in de hut hang je daar. Die kwamen allemaal naar binnen en het grootste weet ik veel allemaal. Je moest af en toe wel eens in de boksring, geloof ik. Figuurlijk dan. Ja, ja. Maar, en die hebben de kunsten uitgehaald. Ik weet dat eentje zich helemaal poedernaks uitkleedde en helemaal naar de overkant liep. En naar de ABN Amroband, die was 3 buigen, maar dan kwam die weer poedernaks naar ons, mijn café binnen. Ik denk, ik schaamde me dood, weet je niet, allemaal zo'n ding. Hè. Dat gebeurde van alles. Hè. Ja. Ook met de drugs. Eigenlijk in het begin hadden we ook heel veel, veel last niet, maar die hebben we door persoonlijk eigenlijk, toen zich altijd wel eruit gehouden. Hè. Ja, ja. Want ik ging altijd, als er eentje op de wc, ik had hem in de gaten, en dan ging ik met een spiegel onder de deur door, of bovenlangs, hè. Ik ging stiekem. En dan zag ik eentje bezig met drugs, wat dan ook. Hè. En dan sloeg ik toch keihard op die deur, hè. Bow, en ik schrok wezenloos. Hè. En dan ging ik gauw de café in, en dan wachtte ik tot die langs kwam. En dan zei ik, ik heb liever dat je hier niet meer komt. Ja. Je moet niet zeggen van eruit gooien of dat, het is alleen maar. En die kwamen ze ook niet meer. Het werd ook rondgesproken, daar hoef je niet te komen, want dan wordt op je gelet. Hè. Dus, maar zo hebben we eigenlijk altijd een beetje clean gehouden de zaken. Tot nu eigenlijk ook nog altijd. Ja, fantastisch. Ja. Maar dit is natuurlijk wel een ontzettend mooie foto van het begin. Ja. Hetzelfde merk bier hebben jullie wel nog altijd. Ja, altijd Gulmander bier, ja. Maar dit was het begin van een plein wat helemaal. Waar niks gebeurde. Nee, er stond ook die hoge muur nog, er gebeurde niks. Nee. Helemaal niks. Hè. Jullie waren samen met, dat kan ik me herinneren, maar wil ik wel even vertellen, samen met Eugène Driessen. Ja. Die zat daarnaast met een stap in. Ja. Jullie waren de eerste die daar het terrasje buiten zetten. Ja, ja, ja. En was iedere morgen sport tussen Eugène en mij om het terrasje op te zetten, weer 's morgens om 8-9 uur. Hè. Ja. En het was altijd leuk natuurlijk. En toen moest je ook nog alles opruimen s'avonds. Nu laten ze alles staan. Wij moesten alles opruimen, vastbinden en zo allemaal. Hè. Maar ja, het waren de eerste terrasjes wat toen. Wat plastic stoeltjes. Met het kleinste terrasje hadden we eigenlijk, er stond nog een vlonder voor. Hè. En dan kon je maar een paar tafels opzetten. Zo is het allemaal begonnen eigenlijk. Ja, dus, nou ziet het allemaal heel anders uit met overkappingen en uitgebreide terras. Het ziet er nou trouwens helemaal leuk uit, omdat je aan de overkant natuurlijk ook naar allemaal die terras hebt. Ja, op dit moment is het corona is geen verbetering voor de horeca, maar voor het plein en eerlijk is het wel een verbetering. Het ziet er veel leuker uit. Ik hoop ook voor jullie, voor degenen die het nou exporteren, dat het blijft. Ja, nou, dit is een foto uit de begintijd eigenlijk. Hè. Zo ja, wat zo leuk is, hier staan dan helemaal geen mensen op, maar je hebt wel een foto meegenomen waar ontzettend... De grote tijd, wat iedereen zich kan herinneren. Ja. Ouders, mensen. En we hebben een leuke tijd gehad. Hè. We hebben van alles meegemaakt. De voetbalwedstrijden. Hè. Ik weet nog dat ik zo'n kanon kocht met 3 grote lampen. Ja. En voor de projectie, hè, van de voetbalwedstrijden. Ja. En het was bomvol met toen we van Duitsland gewonnen hebben. Ik weet niet wanneer dat allemaal geweest is in die tijd.
bomvol, hè, en een sfeer in die zaak, maar we hadden ook altijd de radio aan het staan. Hè. Dus ik had altijd een bandje bij me met het volkslied, die ik dan draaide als de wedstrijd begon, hè, via de geluidsinstallatie. En daarna kwam natuurlijk die wedstrijd erop, maar we hadden het radioverslag altijd heel hard aan in de zaak. Ja. Dat liedboek, synchroon met de televisie, nu niet meer. Hè. Nee. En dat was een sfeer in de zaak met dat radioverslag en die beelden en de kanon achter met dat groot beeldscherm. Hè. We waren de eerste die zo'n scherm eigenlijk hadden in de zaak. Hè. Dus dat was geweldig. Hè. En, ja, eigenlijk waren er in die tijd, maar in mijn optiek, waren maar drie zaken in Heerle die echt bomvol waren. Dat waren volgens mij de Tapperij. Tapperij, ja. Bijsmans. Ja, Bijsmans ook, ja. En jullie. Ja. Dat waren eigenlijk de jeugdzaken. Ja, van tevoren was het nog de Barok. Ja, ook dat, ja. Maar dat, ja. Dat is dan dichtgegaan. Ja. Ja, en dat was gewoon dagelijks tafereel hier. Ja, zeker. Het was ook heel druk. Hè. Al die jeugd van die school, die kwamen allemaal bij ons daar binnen natuurlijk. Hè. Dus die vrijdagen, die puilden. Hoeveel generaties hebben, je dochter exporteert dat nu, maar hoeveel generaties hebben jullie eigenlijk wel meegemaakt? Drie? Vier? Vier generaties? Mensen die nu... Ja, misschien wel. Hè. Je hoort vaak van... Oh, heb jij ook zo iemand die dan naar je toe komt, een ontzettend aardige, leuke jonge dame, en die zegt van, meneer, bent u Paul Bracke? Ja, dat heb je dat vaker. Dat jij dan ja zegt. Mijn oma kwam vroeger al bij u. Ja, dat hoor je vaker. Hè, van, of mensen die hebben zich leren kennen in het café ook. Hè, dat is ook altijd leuk, hè, van heel vroeger. Hè. Ze kennen het allemaal. En als je eigenlijk afspreekt in Heerlen, dan zei je altijd van, kom maar naar café Bracke. Dat wist iedereen wel te vinden. Hè. Dat is ook altijd leuk. Je hoeft maar een boek open te slaan. En er staat wel altijd ergens in dat ze elkaar hebben leren kennen in Café Bracke. Ja, heel leuke tijd toen, hè, dus met de voetbalwedstrijden en alles wat er gebeurde. Moest toch al dingen gaan organiseren, Paul. Ja. Het was geen makkelijke baan toen de tijd. Hè. Bedoel, nee, want jij was ook altijd een beetje zo de opletter. Hè. Jij liep, ik heb eigenlijk alleen maar mijn leven lang glazen opgehaald. Hè. Ja, iedereen zei dat. Maar dan liep je door de zaak en dan zag je ook altijd wat er gebeurde. Hè. Ja. Dan kon je dat ook in het zeil houden. Dat deed ik heel bewust, ja. Want jij was altijd de man die ik liep altijd korte rond, broek. Ik was gewoon de glazen. Ja. De korte broek en nog je steeds. Haalde de glazen op. Ja, en dat heb ik altijd graag gedaan. Hè. Ja. Bergen glazen, het doorheen lopen, dat was leuk. Hè. Dus, was dat voor jou een manier om... Dat was echt een manier om ook de zaak een beetje in de gaten te weten, wat er over speelde. Als er iets was, was je er meteen bij eigenlijk. Hè. Dan kon je even praten. We hebben altijd een heel leuk gezellig café gehad. Altijd doet zich wel eens iets voor, maar over het algemeen is het altijd... En goed personeel. Ja, heel goed personeel. Doen er tijd met Hugo Snijder, met Ron Molenaar en met Hans Smeets allemaal. Bijvoorbeeld, hè, dat zijn de drijvende krachten geweest toen in het café eigenlijk allemaal. Hè. Ja. Dus het was een leuke tijd. En toen? En toen gingen we ook op stap. Hè. Toen gingen we met het hele café wel eens een keer gingen we een uitstapje maken. Hè, wat meegemaakt. Bobby Aland bijvoorbeeld. Hè. Maar dat vergeet ik nooit meer. We gingen met het hele team en wat gasten gingen we naar Bobby Aland. Ja. En is zo'n kroeg achterdoor aan die Kooiboyland. Maar dat was de laatste dag van oktober, geloof ik. Toen ging Bobby aan het land sluiten. En toen zeg ik tegen iedereen, drink maar eentje, weet je niet. Iedereen mocht dan drinken op mij een keer. Hè. Maar uiteindelijk dan, ik geloof dat ik de nieuwe tyfoon betaald heb daar, weet je niet. Achteraf. Ik moest 2.500 gulden betalen toen we daar weggingen. Hè. Dus die hebben alles gezopen wat nog te krijgen was. Want het bier was op. Hè. Dus, en na de hand, toen we thuis kwamen, had ik de reclameborden allemaal in de tuin staan van Bobby Aanland en zo. Och, dat was een feest toen dat tijd. Paul, moet je me nog één ding vertellen. Ja? Het Choreo Center werd gebouwd. Ja. En dat tegenover was Café Oud Heerlen. Ja. Wist jij dat? Totdat... Nee, want dat wisten we helemaal niet. Dat was een ontzettende goede zakelijke zet. Toen ik Café Bracke had, op een gegeven moment komt John Halmans naar me toe van Gulp. Dat van de tijd. Roverij, die kwam naar me toe. En die zei van, is er nog niks van jou, die rol? Ja, en uiteindelijk heb ik daar ja op gezegd. En heb ik die oud hele overgenomen. Maar toen wisten we dus niet wat er kwam. Want toen stond die oude boerderij er nog. Ja. Toen stond die witte boerderij van de DSM nog. Ik denk, hier komt een parkeerplaats, veel auto's. En misschien komt hier wel een flat te staan of een groot gebouw met appartementen. Levert altijd mensen. Ik zeg, volgens mij zit ik daar wel goed op die plek, hè, op die locatie. En we wisten toen eigenlijk nog, toen kwam eigenlijk pas in de pen dat daar een choreocentrum zou komen. Ja. Ik weet dat Pascal, de huidige eitbater van Pascal Vrij van de Brasserie, daar hebben we nog gemeten allemaal. Hier maken we een terrasje overkant waar alles een meet en uit en zetten, foto's maken. Maar achteraf is het natuurlijk allemaal... Eigenlijk niet toegestaan aan de overkant, hè. Maar goed, zo ging dat toen allemaal. En toen heb ik eigenlijk de café Oud Heerlen overgenomen. Ja. En toen heb ik die Pascal Frenke, die heb ik eigenlijk van onze zaak, die was werknemer bij een café, die werkte achter de bar, en die heb ik Pascal gevraagd, is er nog niks van jou om die Oud Heerlen te gaan runnen? Want het is wat veel voor mij om de twee zaken
Pascal heeft toen eigenlijk ja gezegd. Die is toen in de brasserie begonnen. Hè? De naam heeft gewoon behouden, Brasserie Brakke. En tussen haakjes, Brasserie Brakke is eigenlijk mijn naam. En Café Brakke is eigenlijk van Peter naam. Ja, dus, ja. Maar Pascal is daar begonnen en die heeft er eigenlijk ook zijn zaak van gemaakt. Ook echt eigenlijk een beetje meer eigenlijk restaurant. Hij was, is gewoon eigenlijk echt een restaurant, gewoon een hele dure keuken erin gezet en alles. En het liep ook heel goed vanaf het begin eigenlijk. Ja. Hè. En toen had ik eigenlijk, niet genoeg, maar ik wilde ook wat anders dan Café Brakke alleen. Ik denk, weet je wat, die brasserie, daar kun je op je oude dag heen. Hè? Ja. Een rustig cafeetje toen ik het overnam. Ja, gokkasten en een klein keukentje, dat is iets voor mijn oude dag. Maar dat is heel anders gelopen daar. Ja. En op het moment dat ik wou terugkomen, toen zei Pascal, ho, dat kan niet. Hè? Want als je hier wel baas wordt, dan ik ben hier nou baas. Ik heb hier alles opgezet en terecht ook. Hè? Ja. Ik kon eigenlijk niet meer terug naar het café. Nee. Naar de brasserie, want ik wou uit het café gaan. Ik had het inmiddels eigenlijk al weer geregeld met Ton en Bram Peters. Hè? Die hebben toen een tijdje overgenomen. Na de hand heeft Suzanne en Dennis het helemaal overgenomen. Ik kon dus eigenlijk niet terug naar die brasserie, wat ik graag gewild had. Ja, en toen stond ik eigenlijk ernaast. Ik denk, wat nu? Ik kan niet terug naar de brasserie. Café had ik eigenlijk min of meer had ik de rug toegekeerd. Hè. Het liep allemaal wel, maar ik denk, ja. En toen ben ik in het jaar 2000 ben ik mijn busrijbewijs halen. Omdat ik het zo leuk vond om eigenlijk met de bus te rijden, ben ik gaan busrijbewijs halen. Toen heb ik een jaar, heb ik het vlug gehaald, het rijbewijs. Toen ben ik een jaar gaan rijden bij de Valk daar, in Valkenburg, bij familie Spouwen daar. Ja. Bij de Valk toer, bij Het Zuiden. Het Zuiden. Die oude witte bussen allemaal, weet je niet. En, dat is meer een hobby voor jou. Hè. Is niet dat was eigenlijk een hobby, ja. Ja, eigenlijk wel. Je verboosde dan. Een noodzakelijk hobby, want ik had niks meer te doen. Hè. Ja. En toen stond ik bij Netcar. Al die mensen naar het werk brengen en ophalen. En stond ik daar zo vrijdag te kijken. En dan ging de ene bus naar de andere gingen langs. Solmar. Boosten. Ik denk, dat wil ik ook. Hè. Ik ga hier niet iedere dag op en neer rijden met die werklui van Netcar. Hè. Dus toen ben ik woensdags naar de firma Boosten gestapt. Ja. En vrijdag zat ik al op de bus naar Spanje. En daar ben ik nooit meer weggegaan. En nu, wat doe je nou met die corona? Het is ook maar pas op, dat is ook ongeveer 20 jaar geleden, hè, in 2020. Ja. Ik heb al die jaren op de bus gereden. Ik heb een hele leuke tijd gehad, door een hele leuke firma. En we hebben ook heel veel te doen. Jammer, nu zijn al die reizen natuurlijk allemaal afgelast. Dus ik heb al 5-6 maanden eigenlijk niet meer gereden op de bus. Ben je aan het vervelen? Geen dag. Nee, ik verveel me toch niet. Hè. Een beetje een motorrijden met vriend Frank en met wat verbouwen met wiel. Ik zit in de verbouwing en ik heb, ik weet en niet. En je hebt drie dochters? Ik heb drie dochters, ja. Ik heb drie dochters, hè, van... Moet je misschien ook een zoon wat doen? Wat dingen ophangen. Ja. Drie dochters, want Suzanne heeft nog een zus, Michelle en Laura. En ik heb nog een zoon, Sam, en die werkt in Berde. Die is daar beveiliger in Berde altijd. Hè. Dus dat is ook leuk. Hè. Dus, ik heb genoeg te doen eigenlijk. Ik verveel me gelukkig geen moment. Hè. Dus, en met de bus, ja. Je komt op zoveel plaatsen met een bus. Je maakt de leukste dingen mee, hè, waar mensen allemaal niet komen. Ik ben op zoveel plaatsen geweest. Dat kun je alleen maar... Wat is de leukste reis? Voor jou? Ja, waar gaan naartoe? Ieder jaar, die schoolreizen zijn altijd leuk. Als je met Sint-Jan gaat of met Boekland College naar Spanje, die hele week. Hè, dat zijn allemaal hele leuke reizen. Dus, hè. Ook in het weekend. Dus je verlangt weer naar een na corona. In het najaar heel veel Londen gereden. Altijd hele leuke ritten. Ik ken natuurlijk Londen goed rijden allemaal. Maar ja, het wordt niks meer dit jaar. Dus misschien volgend jaar april weer. Hè. Dus, Nog even terug naar de tweeling. Ja. Dit was bij het afscheid van Peter? Ja. 40 jaar? Ja, 40 jaar Café Brakke. Hè, dus het was iets eerder, hè, geloof ik. Hè. Dit was afscheid van Peter, ja. Hij heeft dus zijn laatste happy hour gemaakt eigenlijk. En toen is Peter ook ermee opgehouden. Hè. Dus, Peter wandelt veel, hè? Peter wandelt en fiets, die kom je over naar het Heuveland tegen. Ja, die Heuveland. Een leuk nieuw huisje gebouwd tegenover de voetvrouwenschool die wijk. Hè, dus, ja. Ja, die amuseert zich wel. Hè. Dus, En dit is Jan tweelingbroer tussen je dochter Suzanne. Ja. En de rest van... En Dennis staat er net niet op. Dennis Suzanne, staat die huidige exploitanten van Café Brakke. En het personeel allemaal. Hè. Dus dat is allemaal... Hoe is het nu de horeca even met deze tijd? Ja, goed. Het is, ik moet eerlijk zeggen, ik kom er s'avonds bijna nooit meer. Overdag altijd. Ja. Maar het is toch wel druk nog altijd. Hè. Toch wel. Maar ja... Kijk, het is nou mooi weer geweest al die tijd. Ze hebben toch geen slechte zomer gehad? Hè? Nee, dat niet. Maar ja, kijk, een happy hour, als zo'n zaak buiten helemaal vol staat, overal, dat is er ook niet meer bij. Hè? Nee. Dat mag allemaal niet meer. Mensen gaan er wat omheen staan, terrasjes zijn gevuld. Maar ja, het is allemaal wat minnetjes. Hè? Dus, en hoe het nou verder gaat. Het is wel een prachtig plein geworden.
Ja, dat is een mooie plein. Als ik die ja. in de foto bekijk die we net hebben laten zien, het is toen heel, het allemaal zo stil het is, was ja, een jaar of 40 het is een heel gezellig plein geworden. Hè. Ja. Ja, nu we hebben altijd een heel leuke tijd gehad daar. Nog steeds, ik hoop dat het nog altijd goed gaat. Hè. Dus, ja. Ik hoop het ook voor de kinderen. Ja, ja, ja. Paul, ik vond het ontzettend fijn om eventjes met jou een gesprek te hebben. Ja, een kort gesprek was leuk. Hè. Dus, ja, ja. Dankjewel en veel succes. Ja. Met, ik hoop dat het ook zo rap mogelijk afgelopen is. Met ja, de, ik wil graag op die bus dat terug. Dat je weer op die bus terug kan. Ja, natuurlijk. Hè. Dan kan ik weer mijn ritjes maken. Hè. Ja, ja. Dankjewel. Oké, graag gedaan, Lex. Dankjewel. Dit was het, een gesprek met Paul Bracke, voormalig uitbater van het wereldberoemde Heerlense café Café Bracke. Volgende week zit ik aan tafel met een mevrouw, met Jean Frère.